In deze film aandacht voor het verhelpen van bending. En wat is bending? Nou, je ziet hier in de lucht allerlei schakeringen. Het is geen mooi verloop. En dat is eigenlijk in Photoshop prima op te lossen. Dit is de before foto. En dit is dadelijk het uiteindelijke resultaat. Die bending in de foto, waar komt die nu vandaan? Als je de foto maakt, zul je dit nog niet zo hebben. Maar als je een foto op gaat slaan, en dat doe je bijvoorbeeld in een JPEG formaat... Dan komt daar een bepaalde compressie overheen. Het bestand wordt op een bepaalde manier kleiner gemaakt. En deze compressie kun je instellen. En hoe erger je de compressie maakt, hoe fouter het gaat. Hoe kleiner je bestand ook wordt, dat wel. En dat kan voor internet soms best aantrekkelijk zijn. Maar soms kan het zijn dat er te ver is doorgeslagen qua compressie en dat het eigenlijk gewoon, uh, ja, verkloot is om het maar zo te zeggen. En dat is bij deze foto ook het geval. Maar niet getreurd. Dat is ook wel weer recht te zetten. De beste manier om dat te doen is om dat in 16-bits-modus te doen. Als je hierboven kijkt, dan zie je dat daar de naam lucht staat en dat die momenteel op 28,8% is ingezoomd. En ik heb in dit geval een foto met een RGB-profiel en daar staat iets achter, schuine streep 8. En dat betekent dat deze foto 8 bits is. Bij iedere kleur, rood, groen en blauw, zijn de verschillen tussen licht en donker. 8 bits, oftewel 256 waarden. En dat is niet al te veel. Als ik bijvoorbeeld even naar dit document ga, dan laat dat makkelijker het verschil zien. De bovenste helft van de foto vertegenwoordigt eigenlijk een verloop van uh, oranje naar blauw in 8 bits. En de onderste helft doet dat in 16 bits. En je kunt raden, als ik 8 bits heb om te rekenen, om een verloop te maken, dan snap je dat ik met 16 bits veel meer keuzes heb. Nou, dat is een heel technisch verhaal om daarvan uit te gaan. Maar geloof me, in 16 bits kun je gewoon vloeiender werken. En dit is wat we eigenlijk ook gewoon willen in onze foto. We willen gewoon een mooie vloeiende lucht. Dus we willen van al die strepen af. Dus ik ga hem eerst omzetten naar 16 bit. En dat doe je hierboven bij afbeelding, modus. En daar kies je 16 bits. Op zich zie je niks veranderen aan je foto, behalve hierboven. Je ziet dat er 8 en 16 is geworden, maar verder verandert er dus voor jou niks. Nu gaan we echt aan de slag. Allereerst ga ik de lucht selecteren en dat doe ik in dit geval even vrij snel met deze selectietool. Nou, ik heb al een aardige selectie, alleen hieronder selecteert hij net te veel mee en dat haal ik er gewoon even keurig af. En zo klopt die wel vrij aardig. Hier nog een heel klein detail. Nu moeten we dus de lucht gaan egaliseren en dat ga ik doen op een nieuwe laag. Dus deze selectie ga ik naar een nieuwe laag brengen en dat doe ik met de sneltoets Ctrl J. En je ziet in mijn lagenpaneel dat er gewoon een nieuwe laag is bijgekomen. Zet ik de achtergrondlaag uit, dan heb je dit gewoon als resultaat. Ik zie dat we hier nog een heel klein beetje te veel hebben geselecteerd. Dat halen we ook gewoon even weg met de delete knop en dat werk ik af met de eraser. Hier gaan we dus mee aan de slag. Nou, en dit gaan we gewoon simpelweg vervagen. En laat ik eerst even zien hoe je het op de verkeerde manier vervaagt. Het vervagen dat doe je in dit geval wel bij het filter vervagen gaussiaans vervagen. En hier moet je een waarde kiezen. Kies je een waarde die te laag is, dan zie je eigenlijk dat er niks verandert. En kies je een waarde die te hoog is, dan zie je dat ja, de praktische de luchtballonnen gewoon verdwijnen. Het wordt eigenlijk gewoon een allegaartje. Dus het is belangrijk dat je hier een waarde kiest waarin je eigenlijk gewoon langzaamaan in de lucht precies de dingen ziet verdwijnen. Zoiets als dit. En ik druk op OKé. OK. Nu heb ik verteld dat dit de verkeerde manier is. En ik ga je laten zien waarom. Op zich ziet er dit wel aardig uit. Alleen je ziet dat in de ballonnen. Eigenlijk mijn lucht gewoon deels door de ballonnen is gekomen. En ook in uh, de berg hieronder. Zet ik hem bijvoorbeeld even uit. Dan zie je goed het verschil. Ik heb best veel aan detail ingeleverd. En dat is niet de bedoeling. Dus ik maak deze stap ongedaan. Met Ctrl Z. En ik ga het even opnieuw doen. Alleen nu maak ik van tevoren een selectie van mijn lucht. Ik heb. Deze laag met alleen de lucht, hier gaan we dus de aanpassing op maken. En ik ga alles in deze laag selecteren. En dat doe ik heel eenvoudig door de CTRL ingedrukt te houden en op het plaatje te klikken. En alle inhoud van een laag wordt dan geselecteerd. Ik zet de ondergrond nog even terug aan. Dat ziet er toch een stuk beter uit. En als ik nu naar filter ga en dan wederom vervagen en Gaussiaans vervagen. Dan wordt het alleen toegepast op de dingen die in de selectie zitten. Dus Gaussiaans vervagen is een filter, wat eigenlijk als het bezig is ook gewoon uitdijdt naar uh, delen waar uh, bijvoorbeeld geen lucht zat. En dat mixt dus over mijn ballonnen. Nou, en nu ga ik dat beperken met de selectie die ik heb gemaakt. En ik ga gewoon een waarde uitkiezen waarvan ik zeg van ja, nu is het ongeveer wel weg. En dat is in dit geval op 38,7. En let erop, dat kan voor jouw foto's natuurlijk gewoon geheel anders zijn. En ik druk op OK. Met Ctrl D hef ik mijn selectie op. En ik heb nu dit als eindresultaat. En als ik hem nu uitzet, dan zie je dat mijn ballonnen en mijn bergen daaronder niet meer beïnvloed worden. Maar dat mijn lucht wel gewoon keurig netjes egaal is. En zo eenvoudig los je dit dus op. Nu kun je hem weer eh, omzetten naar 8-bit. Dus dat doe je weer bij boven bij afbeelding, modus en ga je terug naar 8-bit. En als je de lagen allemaal verenigt, dat doe je met Ctrl, Shift en E, dan zou je hem nu weer opnieuw op kunnen slaan als een JPEG in bijvoorbeeld een hogere kwaliteit. Mijn advies is, kies in ieder geval altijd voor kwaliteit 10, 11 of 12, afhankelijk van wat je met je foto wilt doen. Maar kwaliteit 10 is voor internet zeker ook nog wel voldoende. En verder zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.